Kites Burgers is door de PvdA Wiegen voorgedragen als de nieuwe wethouder in Wiegen. De vacature kwam vrij nadat Agnes Schaap haar functie afstond om burgemeester in Renkum te worden. Vanaf half mei gaat Burgers officieel aan het werk. Ja, eh, op donderdagavond hadden wij een zeer bijzondere raadsvergadering, commissievergadering, raadsvergadering. En eh, daar gebeurde van alles die, die avond. Maar het ultieme was toen ik in mijn woordje aan het houden was over het casino, wat hier plaatselijk speelde. Werd de commissie onderbroken door de burgemeester. En toen kreeg Agnes Schaap het woord. En zij maakte bekend dat zij voorgedragen wordt als burgemeester in Renkum. Nou, dat sloeg voor ons allemaal binnen als een bom. En uh, ja, dat was natuurlijk fantastisch nieuws voor Agnes en uh, we gunnen het haar ook uh, van harte, want uh, ja, we denken uh, voor onze verlies en voor Renkum uh, een prachtige winst. Maar goed, uh, ja, dat gebeurde en daarmee, uh, oei, gaat er hier een wethouder weg? En uh, ja, dan gaan er allerlei dingen spelen en uiteindelijk op vrijdag werd ik door uh, partijgenoten benaderd van, god, dit is... Uh, wat vind je ervan als jij wethouderskandidaat voor onze partij bent? Nou, um, ja, dat, dat, dat kost even om, uh, om goed over na te denken. En dat heeft me ook wel een, een, een nacht gekost van het draaien en woelen. Maar um, ja, uiteindelijk heb ik uh, gezegd van nou ik wil het graag doen. Maar alleen als er wel draagvlak is. Draagvlak natuurlijk in het college, in de raad, maar vooral ook binnen onze partij.